Hallo allemaal, en superleuk dat jullie weer naar deze nieuwe video kijken. Ik ben Michelle en welkom op mijn kanaal Michelle. Ik heb deze keer de 24 weken update voor jullie. Er was superveel vraag naar hoe ik me nu voelde en hoe mijn buik gegroeid was. Als jullie mij volgen op Instagram, dan hadden jullie wel al wat foto's kunnen zien. Mijn buik is echt ontzettend gegroeid de afgelopen maand. Maar ik voel me nog altijd heel erg goed. Ik heb even alles moeten opschrijven, want er zijn deze maand toch wel enkele dingetjes veranderd. Maar zoals altijd ga ik eerst beginnen met de app natuurlijk weer open te doen. Hij zou volgens de app nu 660 gram zijn. Ah wel, ik ga heel eerlijk met jullie zijn, dat klopt perfect. Want toen ik bij de gynaecoloog was, vorige week denk ik, toen woog hij echt zoiets rond de 600, 660 gram. En hij zou nu bijna 35 centimeter groot zijn. Dat is best toch wel een hele baby. We zitten nu dus in week 24. Deze week zou de ruggengraat van de baby bestaan uit 1000 ligamenten, 150 gewrichten en 33 wervels. Dus dat is toch wel best veel. De bloedvaatjes in de longen gaan zich ontwikkelen en de neusgaten beginnen zich te openen. Dus dat is toch ook wel al een hele vooruitgang weer. Dan haar en huid. Donshaar op het lichaam van je kleintje wordt donkerder en ook de huid krijgt wat pigment. Als de baby mijn huid heeft, zal hij niet veel pigment krijgen, want ik heb dus echt totaal geen pigment. Ik ben super wit. Maar als hij dat van Marten krijgt, dan gaat hij toch wel een beetje pigment krijgen. Momenteel is de baby dus zo groot als een papaya. En dat is het dus voor deze week. En dan gaan we het hebben over al mijn fijne zwangerschapskwaaltjes. Het eerste punt waar ik nu sinds deze maand echt wel last van heb is jeuk. Mijn buik begint uit te zetten. Ondanks dat ik 's morgens en 's avonds insmeer, jeukt mijn buik sommige momenten echt verschrikkelijk hard. Dat voelt echt net als een muggenbeet. En ja, dan kan ik niks anders doen dan gewoon smeren. Dus als Marten 's avonds mijn buik insmeert, doet dat echt super goed. Dus dat is wel iets wat je erbij moet nemen. Iets waar ik nog echt wel ontzettend veel last van heb, is dat hij 's morgens en 's avonds echt veel begint te wiebelen, om het zo te zeggen. Het is nu eigenlijk sinds deze maand erger geworden. Nu sinds deze week voel ik hem overdag eigenlijk ook wel al af en toe. Maar ja, nu begint het echt zo meer zo duwen te worden. In het begin was het meer wiebelen en kriebelen. Dus dat is ook wel veranderd. Ik moet nog altijd heel erg veel plassen. Na het schijn is dat normaal. Na het schijn wordt dat alleen maar erger. Dus ik denk niet dat dat gaat verbeteren. Maar ik kan dus echt zoveel drinken en zo dringend moeten. Dus ja, dat hoort er ook bij. Ik begin ook echt wel te merken dat hij meer van mijn lichaam vraagt. Want ik heb veel vaker honger en ik heb ook veel vaker niet genoeg. Vooral 's avonds heb ik daar last van als ik niet bezig ben. Het is misschien ook wel ja, mentaal dat ik er dan meer aan denk dan dat ik bezig ben. Maar ja, dan ga ik al sneller de kast in voor een koek of voor een stuk fruit. Al een potje yoghurt of iets anders. Dus ja, dat is er ook wel bij gekomen. Ondertussen ben ik 7 kilo aangekomen. Ik vind voor 6 maanden dat dat best nog wel meevalt. Ik mag eigenlijk niet klagen, want als je mijn buik ziet, van voor ben ik echt super zwanger, maar opzij heb ik gelukkig geen zwembandjes. Dus langs achter ziet je eigenlijk bijna niet dat ik zwanger ben. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ook mijn navel begint zo te veranderen. Hij is nog niet echt gepopt, maar ik zie wel dat hij er anders uitziet dan eerst. Dus dat is ook wel veranderd. Ik heb gelukkig nog altijd geen striemen. Dat kan ik zelfs op het einde van de video wel even laten zien. Ik smeer me dan ook 2 keer per dag in met bio-oil. Je ziet dat deze fles echt hard gaat. Ik heb die echt nog maar 2 maanden misschien. Het is niet de goedkoopste olie, maar hij ruikt ontzettend lekker. En hij blijft echt wel goed vettig. En ja, ik heb dus echt wel het idee dat dit wel heel erg goed werkt of helpt, om het zo te zeggen. Het enige nadeel aan deze flesjes vind ik is dat die ontzettend hard uitlopen. Ik weet niet hoe dat komt, maar daar zouden ze toch wel eens iets aan moeten veranderen. Ik denk dat ik zo nog wel een flesje ga opkrijgen tegen het einde van mijn zwangerschap. Maar 's avonds smeert Marten mij hier dus in en ik doe het 's morgens dan. Dus ik kan deze olie wel aanraden. Ik vind hem wel heel fijn om te gebruiken. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe is het met mijn bekken gesteld? Sinds ik thuis ben, sinds ik dus niet meer werk, is het stukken beter met mijn bekken. Ik heb niet meer dagelijks pijn eraan, maar als ik mij overwerk. Dus als ik thuis, ik zeg maar iets, de hele dag poets en ik ben veel door mijn rug gegaan of ik heb veel gewandeld die dag, dan heb ik 's avonds echt duidelijk wel last. Maar het is echt heel erg veel beter sinds dat ik thuis ben. Het is draaglijk geworden, om het zo te zeggen. En navenant dat mijn buik groter wordt, gaat dat natuurlijk helaas erger worden. Daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat ik dan nog kan doen is naar de kinesist gaan. Maar ik probeer dat nu voorlopig nog even uit te stellen. Want ik heb gehoord dat die beurten ook wel heel erg handig zijn voor na je zwangerschap. En ik vind het nu momenteel eigenlijk nog niet echt nodig, om het zo te zeggen. Ik kan me eigenlijk nog prima redden, gelijk het nu is. Ik hoef gelukkig al niks meer van medicatie daarvoor in te nemen. Dus dat is echt al super goed. Dus ja, eerder stoppen met werken was een goede beslissing. Ik mis het ergens ook wel een beetje, want ja... Het heeft even geduurd eer ik zo thuis mijn draai vond, maar ik ben nu nog lang thuis. Binnenkort heb ik natuurlijk van alles om handen. Dan is de baby er, maar nu moet ik mij nog even content doen met mijzelf. Maar ja, ik hou me hier wel goed bezig. Ik wil nog eens de grote schoonmaak doen. Ik wil nog van alles veranderen thuis. Ik wil nog dingen doen op mijn gemak, nu ik nog kan gaan en staan waar ik wil. Dus dat zijn wel dingetjes die ik dan ook echt wel... doe en waar ik ook echt wel van geniet. Dan vertelde ik ook nog dat wij, ik denk een week geleden, naar de gynaecoloog zijn geweest. Dat was over het algemeen goed. Ons kindje zat goed op de groei. Hij was ongeveer 660 gram. En het enige wat ik dan te horen gekregen heb is dat ik vitamine D tekort had. Waar ik dus de laatste tijd wel last van had, was bloedend tandvlees. Ik kreeg 's nachts echt zo van die spierkrampen in mijn kuiten. En gewrichtspijnen dacht ik dat er ook was. Maar ja, zij heeft dus gezegd dat ik vitamine D tekort had. Ze hebben de vorige keer bloed afgenomen en daaruit was gebleken dat ik dus wel degelijk vitamine D tekort heb. Dat is niet zo een ramp, maar ik moet daar toch van die capsules voor nemen, zo van die drinkcapsules. Dat is 1 keer per week, dus dat valt wel goed mee. Ik ben niet echt zo voor dingen drinken. Toen hebben we ook afgesproken dat ik dus op 16 november dus de suikertest ga doen. Waar ik dus echt niet naar uitkijk om dat vies drankje te drinken. Maar ja, het moet maar even. Dus ik hoop dat die uitslagen ook nog positief terugkomen. Maar daar ga ik sowieso nog een video over maken. Over hoe dat gegaan is en hoe ik dat ervaren heb en zo. Want ja, ik vind dat toch wel een beetje vies. Maar ja. Het moet gebeuren, het is voor het kindje, het is wat allemaal het beste is voor het kindje en voor mezelf. Dus ja, ik hoop gewoon dat die uitslagen goed zijn. Ik ga jullie nog heel even snel een update geven van mijn buik. Dus dit is mijn buik momenteel met de ploester over. Dus zoals je ziet, langs achter ben ik eigenlijk nog heel slank. Gelijk ik was eigenlijk. En ja, opzij heb ik dus al een flink buikje. Maar ja, het valt dus eigenlijk nog wel mee. Ik merk wel dat mijn blouses een beetje te kort beginnen te worden. Dus mijn onderlijfjes komen daaronder uit. Ik heb nog geen striemen. Het kan nu wel zijn dat je een lijn ziet van mijn broek, want dat begint ook een beetje te spannen. Dus zoals je kunt zien, hier valt het best nog wel mee. Op zich mag ik nog niet echt klagen, vind ik. Mijn eertje begint groot te worden. Zoals je kan zien, ik weet niet of jullie dat goed zien, mijn navel begint echt wel te veranderen. En ik heb zo het idee dat ik misschien hier wel een klein beetje striemen krijg. Ook heb ik echt ontzettend veel van die, dat kunnen jullie denk ik niet zien, van die haartjes op mijn buik. Maar dat is net schijnt normaal, dat is om de baby te beschermen. Maar ja, 24 weken dus. En hij zal nog wel een beetje dikker worden. Maar over het algemeen mag ik echt niet klagen. Dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. Dit was de update van de 24 weken. En vond je deze video leuk? Geef dan zeker een dikke blauwe duim omhoog. Vergeet niet op de knop abonneren te duwen en het belletje aan te zetten voor de notificaties in te schakelen. En tot de volgende weer. Bye!